Yo Ben, we moeten vlog 22 opnemen. Oké, kom. Goedenavond beste mensen, welkom bij vlog 22. Deze week ben ik terug met een aantal updates. Wat hebben we gedaan? We hebben onder andere de eerste promovideo voor Unigate Productions gemaakt. We hopen die tegen volgende week af te hebben en dan te verwerken in de campagne die we gaan voeren rond Unigate. We proberen een video te maken op 24 uur. Maar we gaan het eigenlijk doen op 12 uur ofzo. Wat hebben we nog gedaan deze week? We hebben twee podcasts opgenomen. Eentje met Michel De Coster, de voormalige vice-president van Belgacom. Dat was zeer interessant, zeer leerrijk, man met veel ervaring. Heeft ook twee boeken geschreven, check dat zeker uit. De tweede aflevering die we hebben opgenomen is met Julie van Stralen van de organisatie Vlajo. Die staan voor Vlaams Jong Ondernemen. Wat proberen die te doen? Die proberen de ondernemers zien vanaf de kleuterschool tot de hogere school meer in te burgeren en die skills al te ontwikkelen van jongs af aan. Dus dat was ook zeer interessant, check dat zeker uit. Vlajo heeft momenteel ook een wedstrijd lopen. Oké, we hebben net de 9e aflevering van de Unicast gedaan met Julie van Stralen. Zij werkt bij Vlajo. Check zeker de podcast. Vlajo doet by the way een wedstrijd. Schrijven nu in en de winnaar zal op de podcast kunnen komen. Veel succes! En inschrijven kan op www.start-academie.be. Nog tot 14 februari. Veel succes! Naast alle podcasts, evenementen en vlogs die Unigate in 2020 gaat uitzenden, zijn we ook bezig met de sales van Unigate to thrive. Dus we zijn met verschillende campagnes bezig die we voor klanten kunnen uitwerken. Vrijdag 15 februari. Het is een zaterdag. Echt waar het. Ja, oké, fuck it. Ik vind het niet leuk. Hé, nu voel je hoe dat is, hè? Ja, dat is kut, hè? Normaal zit jij mij nog onder druk te zetten, hè? Zaterdag 15 februari, de Tunigate een open deurdag. We hopen daar andere mensen te ontmoeten die mee met ons zullen werken aan bepaalde projecten. Be there. Dit was vlog 22. Bedankt om te kijken. See you in the next one. Peace!